ligt aan het kanaal, verbonden met Antwerpen, Rotterdam en andere havens hier in België. Dus het is een evidentie dat de goederenstroom die hier binnen gaat komen, logischerwijs verbonden zal zijn met de grote havens Antwerpen en Rotterdam. Dat is een evidentie. We hebben andere sites in Wallonië, in Tongeren hier vlakbij, in Westerlo, die minder die unieke ligging hebben. En het spreekt voor zich dat alles wat vanuit Antwerpen komt, dat dat maximaal met de barge naar hier moet komen. Ja. Als het over duurzaamheid gaat, dan is natuurlijk de locatie van belang. En de locatie hier is een multimodale ontsloten locatie, dichtbij de barge terminal van BZTN. De grootste inland barge terminal in de Benelux. En die locatie die geeft ons natuurlijk de mogelijkheid, en met name natuurlijk ook onze huurders en onze klanten, om op een CO2-neutrale manier hun goederen tot hier te krijgen. Ja, we hebben heel wat klimaatuitdagingen waar we iedere dag opnieuw mee geconfronteerd worden. En vandaar dat we echt volop de kaart moeten trekken van meer duurzaamheid, zeker in zaken transport. En vandaar dat we ook volop op tafel leggen, we willen een modal shift. Modal shift, een personenvervoer, maar zeker ook een vrachtvervoer. En daaromtrent hebben we recentelijk ons topteam gelanceerd, waarbij we heel wat initiatieven willen nemen en mee het bedrijfsleven willen ondersteunen om toch die shift te maken, te kiezen voor duurzame alternatieven. Het netwerk Vlaamse Waterweg is sowieso eigenlijk een netwerk dat een aantal jaren geleden gegroeid is. We kennen allemaal het motto: onbekend is onbemind. We willen eigenlijk de Vlaamse Waterweg korter bij heel het bedrijfswereld brengen, om zodoende ook die bedrijfswereld, die ondernemers, mee te overtuigen om gebruik te maken van die Vlaamse Waterweg. Weet dat het gros van de bedrijven op minder dan 10 kilometer van een waterweg gelegen zijn. Dus daarin willen we hen mee ondersteunen en zorgen eigenlijk dat meer mensen kiezen voor de waterweg.